Bij het invullen van de perceelsaangifte kan u het perceel een willekeurige naam geven, kiezen of de intekening van het perceel behouden mag blijven of gewijzigd wordt, de code van overname ingeven, de datum van ingebruikname, de aangegeven oppervlakte, enzovoort. U kan hierbij gebruik maken van de groene i. Hierdoor kan u meer uitleg krijgen over bijvoorbeeld de verschillende codes. De hoofdteelt is de teelt die op 31 mei op het perceel aanwezig is, of bij gebrek aan een teelt op 31 mei, de eerstvolgende teelt die op het perceel wordt ingezaaid. De voorteelt is de teelt die geoogst wordt voor het inzaaien van de hoofdteelt. De eerste nateelt is de teelt die ingezaaid wordt na het oogsten van de hoofdteelt. De tweede nateelt is de teelt die ingezaaid wordt na het oogsten van de eerste nateelt. Het laatste kan vanaf 2012 enkel aangegeven worden via de elektronische verzamelaanvraag. Op de papieren verzamelaanvraag is het onmogelijk. Het correct aangeven van voor- en nadeelten is belangrijk in het kader van de mestwetgeving. Zo mag er meer bemest worden als er bijvoorbeeld een snede gemaaid en afgevoerd gras als voorteelt staat voor mais. Voor- en nadeelten zijn ook belangrijk voor derogatie en groenbedekkerpremie. Om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke terugbetaling van de controlekost voor de biologische productiemethoden, is een controle door een erkend biocontroleorgaan vereist. Deze tussenkomst in de controlekost kan enkel aangevraagd worden via de elektronische verzamelaanvraag. Bij de hoofdbestemming zijn er drie mogelijke codes: A, G en I. De code A dient voor percelen die in gebruik zijn op 21 april en waar de Vlaamse toeslagrechten op geactiveerd worden. Dergelijke percelen moeten minstens 10 aren groot zijn en overal minstens 10 meter breed zijn. Percelen waarop agromilieumaatregelen geactiveerd zijn, moeten overal minstens 5 meter breed zijn en minstens 5 aren groot zijn. De code G dient voor percelen die op 1 januari in gebruik zijn, maar niet op 21 april. De code G wil zeggen dat de bemestingsrechten en plichten worden toegekend, maar niet de toeslagrechten. Bij dergelijke G-percelen was het vroeger verplicht om als bijlage het formulier 8 toe te voegen aan de verzamelaanvraag. Vanaf 2012 is deze bijlage optioneel geworden. De landbouwer mag dit invullen, maar is dus niet meer verplicht. Als derde is het de hoofdbestemming I. Dit wordt gebruikt voor percelen die niet worden aangegeven met A of G. Bij bijkomende bestemming worden eventuele agrimilieuvermintenissen van het ALV of beheersovereenkomsten met de VLM opgegeven. Tevens kunnen nog andere zaken via deze manier aangegeven worden. Zo is er een nieuwe GB2-premie, specifieke steun voor inzaai van groenbedekkers. Tevens is er de code GNT, waardoor steun voor groenbedekkers kan aangevraagd worden via de producentenorganisaties in het kader van de gemeenschappelijke marktverordening groenten en fruit. Let wel, zowel GB2 als GNT zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden en zijn niet cumuleerbaar. Als aan zaaizaadvermeerdering gedaan wordt, moet hier de code ZAA opgegeven worden. Deze is tevens nieuw. Bij gespecialiseerde productiemethoden mag de code MAA niet vergeten worden. De code MAA dient voor de hoofdteeltgras die uitsluitend gemaaid en geoogst wordt. Dit is belangrijk in het kader van de mestwetgeving, omdat bij percelen die de code MAA dragen, meer bemest mag worden. Ook de code BGG is belangrijk. In het kader van de derogatieregeling is bepaald dat op percelen blijvend grasland met status P, die gescheurd mag worden, geen meststoffen mogen aangebracht worden in het jaar van scheuren. U moet aanduiden welke percelen blijvend grasland in 2012 gescheurd zijn of gescheurd zullen worden met de code BGG. Witlooftelers moeten een gebouw waarin witloof geforceerd wordt aangeven met de hoofdteelt witloof en gespecialiseerde productiemethode LOO. Enkel het perceel waar witloof geforceerd wordt, moet als perceel ingetekend worden. Verder moet ook aangegeven worden als er geïrrigeerd wordt op het perceel. Ook als er derogatie op het betreffende perceel toegepast wordt, moet dit hierop aangeduid worden.